Je moet er komen, het nieuwe filiaal van restaurantketen McDonald's onder Roone van Dokkum. De gemeente hier van Wat is Friesland had juist er instemd met de verkeer van de Groen. Maar wat vinden de meesten in Dokkum daar nou van? Komen zij er aan zijn nek om een Big Mac? Sowieso één keer in de maand. En dan een burger of een flurrieke? Ja, een Big Mac menu, maar 20 kip nuggets of zo. Dat is wel lekker. Ja, dat denk ik wel. Bij de karpelplaats niet dat. Nou ja, het zit er geschikt. Het is alleen nog ja, nadelig voor de squalen, denk ik, daar in de buurt. Hè? Ja. Het is net zo'n. Nee, dat bedoel ik de verre hap. Nou ja, dat is toch een hot item mee. Hè? Het is een verrijking, denk ik, voor Dokkum. Alleen voor de ondernemers, snackbarhouders, zullen het waarschijnlijk geen leuke zaak wijzen. Nee, die hadden er misschien wel concurrentie bij. Ik denk dat het een lokmiddel is voor de jeugdigen in ieder geval eerst. En dat zal wel een periode worden, dus dan ben je al het hoekje om. Dan wil dat een heel soort mensen dan wel denken van, nou ja, ik denk dat wij jij dan het dak op daar zo'n straks dan nog goud ja. Denk ik. En wat zoen je hem dan? Heb je een Big Mac of wat anders? Wat is het, recept? Nee, maar krijgt hoe honger je had toch? Dat weet ik nog net. Stel dat je een soort honger had. Oh jeetje nou, een grote Big Mac. Met flurry erbij. Big Mac nu? Ja, nee, ik heb geen idee. Kom je een soort met McDonald's? Ja, op zich wel. Maar die hebben nou nog net. Waar ging je hem dan heen? Ja, naar Ljouwt. Of naar de Mac. Naar Drachten of zo. Ja, gewoon mijn bus. Ja, het zou wel mooi wijzen, ja. Ja, ik had al eens vaker gehad. Klopt. Dus daar, nou ja, daar zoen je probleem mee wijzen als het er komt, het restaurant. Ja, denk het al. Het is wel eens lekker, McDonald's. Dus, Nou, een soort ik wel net, maar... Flurries. Ja, het flurries soms, ja. Net wekelijks. Nee. Snoi soms, ja. Ja, ik ben geen McDonald's fan. Sorry, persoonlijk. Het zijn van de snackjes. Ik ging alleen maar naar een snackbar.